Ja, beste gemeenteraadsleden, je kan als burgemeester natuurlijk allerlei goede dingen tegen je raad zeggen. Maar ja, de raad is toch de baas. En je kan denken, wie gaat er nou eigenlijk echt over? Ja, jullie zijn gekozen door de Vlaardingers. Dus de mening van de Vlaardingers, die doet ertoe. Dankzij hen zitten jullie op die belangrijke stoel. Dus ik heb gedacht, weet je wat ik doe? Ik ga het de Vlaardingers vragen. Hier sta ik bij een historisch echtpaar, echte Vlaardingers. Ja, die nieuwe gemeenteraad. 35 mensen, zeer gemotiveerd. Wat moeten ze nou vooral wel doen de komende jaren? Nou, zorgen voor meer festiviteiten, meer cultuur, onderhoud, onderwijs. Dat iedereen meer betrokken is bij de stad. Ik wil hen vooral meegeven dat het heel belangrijk is dat mensen zich realiseren dat kunst verbindt. Cultuur, geschiedenis, het is superbelangrijk. Wat vind je van die Vlaardingse politiek? In het verleden slecht. En wat moeten ze vooral doen nu ze opnieuw beginnen in de gemeenteraad? Minder ruzie maken, minder lullen, maar meer kracht. En over de bouw ook, de rivierzone zijn ze al 20 jaar aan het praten. En er komt niks concreets uit de grond. Mijn sluis, Schiedam, die gaan gewoon door. Wij moeten ook vaart maken in Vlaardingen. Juist, juist. En niet alleen maar lullen en ruzie maken. Nou, ik hoop dat ze goed hun best doen voor ons en voor de nieuwe bewoners. Oh my god, ja. Er komt een nieuwe kleine Vlaardinger aan. Ja, er komt een nieuwe kleine Vlaardinger aan. Wat ik ze zou aanraden is wat minder bekvechten en echt eens een keer daden spreken meer als woorden. Mevrouw, wat moeten ze nou vooral doen de komende jaren? Nou, vooral iets voor de jongelui, hè, want die lopen natuurlijk altijd het weekend hier in de stad met alle ellende van dien, voor ouderen en voor jongeren, voor hunzelf ook. Ik vind ook dat de mogelijkheid tot starterswoningen ook redelijk moeten zijn. Want ja, ik word bijna 25 en ja, tot mijn 30ste thuis blijven wonen vind ik geen straf. Maar de prijzen van de huizen zijn niet normaal. Ik zou het fijn vinden dat we als Vlaardingen zijnde en zeker de uitgaande jeugd zich ook weer veilig moeten voelen op straat. Ja. Geen woorden maar daden, hè? Dat is het gewoon. Ja. Want je kan overal elke partij wel stemmen, maar 9 van de 10 keer wordt het in de lucht geblazen. Ja. Ruud, wat heb jij voor boodschap aan de gemeenteraad die weer gaat beginnen? Wees eens wat korter. Ze nemen sneller te veel... Sneller reageren. Ze doen er te lang over? Ja, ze doen er veel te lang over. En welke dingen moeten ze nu sneller doen? De veiligheid, de netheid en de openingstijden. Wat moet de gemeenteraad nou straks die komende jaren nou niet doen? Te veel geld uitgeven. Te veel geld uitgeven, dat moeten ze niet doen. Ik vind dat de stad een beetje elke maand leger wordt, zeg maar. De zaken gaan meer dicht, dus ze moeten ondersteunen. Ja. Zaken moeten meer open gaan. Als ik hier zo om me heen kijk, veel lege winkelpanden, probeer er een bestemming voor te bedenken, want het is een beetje een trieste aanblik zo. Wees ook wat aardiger voor elkaar. Iedereen hoor, het is niet alleen in de politici, maar ook gewoon mensen op straat. Wees wat aardiger voor elkaar. Ik vind het een hartstikke mooie boodschap. En wat moeten die raadsleden dan doen? Nou, op straat komen en zelf eigenlijk vragen stellen, niet alleen achter de deuren zitten, hè, en maar daar zo overleggen en overleggen. Nee, kom ook met de mensen praten, dan weet je meer. Dat museumkwartier, ik liep er net langs. Ik denk, hoe lang staat dat al zo dat ze zouden gaan bouwen? Maar... Dat is eigenlijk wat de politiek moet doen. Nu het niet zo lang laten duren. Ja, maar ja, het kost geld, dus... Ja, ik vind dat we vooral aan de kinderen moeten denken. Dat het aantrekkelijk blijft voor de kinderen. Zodat ze ook hier blijven natuurlijk. Ja. Wij missen wel ook wat voor de kinderen, want het verjongt wel heel erg bij ons. Dus er komen steeds meer jonge gezinnen, dat is fijn. Maar daar zijn we ook al als buurtinitiatief mee bezig. Dus ja, als je wat wil, moet je er zelf ook wat aan doen, vind ik. Dat is mooi, ja. Dus de gemeenteraad en de gemeente moet wat doen, maar de bewoners mogen zelf ook meehelpen. Ja, dat vind ik zeker wel, ja. Ja, ja gewoon Vlaardingen weer leuk maken. Bijvoorbeeld het centrum, ja, dat is een beetje uitgestorven tegenwoordig. Vroeger was het allemaal veel leuker hier. Ja? Dus ik denk gewoon weer een beetje de sfeer in Vlaardingen krijgen. Oké. Wat voor indruk was dat van de Vlaardingse politiek? Verkruimelend. En vooral splinterpartijen, om iedere scheet gingen ze vragen stellen. Ja, dan ben je net als de Tweede Kamer, ben je kansloos. En wat was je indruk vanaf de zijlijn van de politiek in Vlaardingen? Ja, mag ik dat zeggen op camera? Het was een beetje een zootje. Heb je een bepaald advies voor de komende jaren?
Nou, een beetje stabiliteit en een beetje aardig voor elkaar ook. Want het was wel gewoon een beetje moddersmijten soms, ja. Dus, iets stabiels en bouwen aan de toekomst. Ik denk dat Vlaardingen dat wel nodig heeft, ja. Ze moeten de verbinding zoeken. Met elkaar, met de stad. Echt samenwerken, dat is het allerbelangrijkste. Samen kom je verder en dat heeft Vlaardingen nodig. Samenwerken zeg je, samenwerken met elkaar en samenwerken met de stad. Ja, met de stad, met de ondernemers, met de instellingen, met de vrijwilligers, heel belangrijk. Daar is zoveel informatie te halen, daar is zoveel passie te halen. En als dat wordt gebruikt, dan ontstaat er iets, dat weet ik zeker. Wat geeft u ze mee als advies? Het winkelcentrum bevolkt krijgen. Ik liep net te tellen, ik geloof er 7 winkels die dicht zijn. 2 zijn er verkocht, zag ik. Dus er is heel wat werk aan de winkel voor. En wat moeten die raadsleden dan vooral doen? Goed luisteren naar de mensen, proberen in ieder geval het betaald parkeren eraf te halen. Want dan kun je beter naar Naaldwijk rijden, dan kan je zo parkeren, ook in een parkeergarage. Maar dat zal een moeilijke item zijn. En wat moeten die raadsleden nou niet doen? Nou, vooral betuttelend overkomen, maar ondernemers stimuleren. En er is een speciale man neergezet voor het centrum om dat te enthousiasmeren. En kijk ook naar Schiedam, wat daar verandert. Dus je moet gewoon zorgen dat die ondernemers mogelijkheden krijgen om te investeren in Vlaardingen, in het winkelcentrum. En dan krijg je het publiek weer terug. En je zegt ook samenwerken raadsleden met elkaar. Ja, dat is in Vlaardingen af en toe wel eens lastig geweest. Maar ik weet zeker dat ze het kunnen. Dat heb ik zelf ervaren. En iedereen die daar zit, deze 35 raadsleden, die weten van zichzelf dat ze er zitten voor Vlaardingen. En als je dus weet dat je er zelf zit voor Vlaardingen en alle anderen zitten daar voor Vlaardingen, ja, dan heb je een gezamenlijk doel, Vlaardingen mooier maken. En als je dat altijd blijft onthouden, dan kun je heel goed samenwerken. Ik heb er helemaal niks aan toe te voegen. Dankjewel.